Welkom bij Zoete Wraak, het programma waar je vrienden, familie en collega's in de maling worden genomen. Vandaag heeft Kees een best wel aparte werkdag. Komt Bastien iets ophalen bij deze charmante dames? Moet Jessica een duur kunstwerk schoonmaken? Nee, je zou het maar laten vallen. Nou, en krijgt Erik met een jaloerse ex te maken? Hop, voorzichtig. In Almere is Kees ons eerste doelwit. Kees is 46 jaar en koerier van beroep. Deze klassieke grapjas maakt het op zijn werk en thuis vaak veel te bont. Toch, meiden? Kees hangt op het werk altijd de lolbroek uit en haalt met iedereen grapjes uit. Ja, terwijl hij thuis eigenlijk een zacht gekookt eitje is. Vindt hij niet leuk dat ik zeg, hoor. Maar het is wel zo, ja. Wij zijn een keer wezen eten bij een Chinees restaurant, waar hij een muis op de grond vond. Een dode muis heeft hij in het kroephoekbakje neergelegd, wat uiteindelijk heeft geresulteerd dat bijna de hele keukenbrigade ontslagen werd en wij de drankjes en het dessert gratis kregen. Ja, hij vond het hartstikke leuk, ik wat minder, want ik zat erbij natuurlijk. Maar dat is waarom wij hem op willen geven. Nou Kees, we gaan knallen vandaag! Nou en of, tijd voor Zoete Wraak. Kees zal in deze buurt een pakketje moeten bezorgen. Maar ja, laat er nou net op deze route chemisch afval gedumpt zijn. Het hele gebied is afgesloten, want al een klein vonkje kan deze vaten doen ontploffen. Ze zijn hier zogenaamd achtergelaten door onze Ditmar. De chemische stoffen had hij nodig voor een paar partypilletjes die hij in zijn tas heeft zitten. Deze twee onderzoekers zijn bezig met de reiniging van dit gebied, maar dat is geen gemakkelijke klus. Acteur Henk heeft voor de gelegenheid een politiepak aangetrokken en speelt de agent die iedereen op afstand moet houden. De ambulancebroeders en Jet staan klaar om in een noodgeval op te treden. Nou, en dat noodgeval gaat er komen hoor. Dankzij die Texelse Ditmar. We zitten vandaag in het bos, dus een camera in een vogelhuisje verbergen is dan best een slim idee. Want ja, wij zijn immers geen uilskuikens. Ze staan gericht op de vaten, een bijzonder decorstuk, want die zijn goed onder handen genomen door het special effects team. Er is een ontstekingsmechanisme ingeplaatst en verder zijn ze gevuld met kurk en zand. Wel ja, doe er nog maar lekker een handje zand bij, dat kan Kees vast wel aan. Natuurlijk testen we de boel ook nog even. Ja, dat is fijn, het werkt. Petra en Hanna helpen ook nog even mee. En dat is maar goed ook, want daar is hij. Onze koerier Kees, die een klein spoedje heeft aan het einde van deze weg. Onze politieauto rijdt voor het gemak maar even achter Kees aan, zodat hij niet ineens kan vluchten. Goedemiddag, u moet hier in de buurt zijn? Nou, kunt u misschien even uitstappen? Ik moet de zending ophalen bij Huizen Cirkelbos, Meesweg 7N. Het gebied is wel deels afgesloten. Ja, vermoedelijk is het drugsafval. Dus als u er even wilt blijven staan, dan roep ik er even iemand bij. Ja, is die gecheckt? Ja. Welke zijn dat? En zoals het een goed koerier betaamt, belt hij netjes op dat hij wat later is. En daar is ook Ditmar, die het Kees niet makkelijk gaat maken. Heb jij een telefoonnummer van die mensen wat die zending moet halen? Dat je die even op de hoogte kan brengen, dat ik er wel ben. Ja, ik sta er 50 meter vanaf, maar ik mag hier niet verder. Ja, is goed man. Yo, hoi hoi. Hey. Dag meneer. Wat is hier aan de hand? Nou ja, ik moet je verder op een zending ophalen en naar Maastricht rijden. En dan zie je dit, dat schijnt chemisch afval te zijn en dat is gedumpt. En u dan? Ik ben gewoon even in de buurt. Van joggen. Ik mag geen rijt van hier. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ja? Ik kan deze schrijf voor vaststaan. En zo staat Kees ineens met een brandende peuk in zijn handen. Meneer, kunt u die sigaret uitdoen? Het kan niet gevaarlijk zijn. Ja, Kees, kijk dan ook een beetje uit, man. Nee, joh, laat lekker gaan. Allemaal groter dan wat het is. Ik had die vaten hier ook niet moeten dumpen. Hey, denkt Kees. Denk je als ik nou de sigaret daarheen gooi?
Verboden te roken staat er duidelijk. En ja, denkt Kees, die sigaret rookt. Dus dat is vast foute boel. Meneer! Meneer! Meneer, kunt u hier komen? Henk neemt Kees mee, samen met de drugstas van Ditmar. Zo, oké. Ik had gezegd dat u de sigaret uit moest doen, toch? U ziet toch zelf wel dat er een man bij komt die er nog eentje opsteekt en die gooit die peuk er naartoe? Ik heb helemaal geen man gezien. Nee, die is er alweer vandoor. Die stond net op zijn gimpen te kijken. Nou. Ambulance bellen, nu! Maar, en die tas, waar komt die vandaan dan? Die stond naast bij een man. Ja, maar u heeft het steeds over dezelfde man. Ik heb helemaal geen man gezien. Nee, agent Henk bekijkt de inhoud van de tas maar eens. Wat is dit? Weet u dat? Er komt een ambulance aan. Hierheen! Ja, de toer is klaar. Oké. U heeft een sigaret. Ik zie een tas met wat vermoedelijk lijkt op drugs. En ik heb een aantal vaten. Kunt u misschien uitleggen wat er is gebeurd? Nee, ik zou het echt niet weten, meneer. Ja, dat pikt de rechter natuurlijk nooit, Kees. Maar er staan hier allemaal bordjes van verboden te roken. Ja. En u steekt de sigaret op. Nee, ik heb geen sigaret aangetrokken. Wanneer heeft u die vaten gedropt? Meester, man, moet u nou toch luisteren? Ik kom aanrijden. En ik moet stoppen. Weet u hoe lang u hiervoor opgepakt moet worden? Ik ga nog maar eens bellen, denk ik. Meneer, u gaat nu niet bellen, hoor. Zoals u merkt, het staat hier op klappen. Nou, Paula en Hanna, zodra ons rookgordijn is opgetrokken, mogen jullie de grap onthullen. Ja, het was een waanzinnig harde knal. Ik wist echt niet wat er gebeurde. Ik denk, ik moet in veiligheid of iets. Dus toen was ik blij dat er niks gebeurde, dat er een vat misschien de lucht invalt of dat je hem over je heen krijgt. Ik was zo blij. Ik schrok me een ongeluk. Zoete wraak. Jij en ik nog een keer samen. Tegen beter weten in. Niet om lang te laten duren. Niet omdat ik je... Zoete Wraak speelt het romantische programma Memories na. Dirk speelt de Griekse ober Mykolos die zijn oogje heeft laten vallen op een Hollandse dame. Ergens in Udenhout bellen we volledig willekeurig aan. Een hele goede middag. Goedemiddag. Mevrouw Vrieling. Ja, dat ben ik. Ja. Wij zijn van het programma Memories. Ja. Ik weet niet of u dat wel eens kijkt. Ja, dat gaan we zien. En wij hebben 2 maanden geleden een brief gekregen. Ja. Van iemand die naar u op zoek is. Met zonnestraal. Het was de ene zomer, die zomer dat ik jou zag. Het was liefde op het eerste gezicht. Je bestelde een Griekse salade. Ik mocht hem komen brengen. Voor even was jij de mijne en ik de jouwe. Helaas kwam aan deze droom een eind. Ik mis je en ik wil je dolgraag weer zien. Liefst Mykolos. Mykolos, ik ken hem niet. Ik ga bijna nooit op vakantie. Ik zou niet weten wie dat is. Echt niet. Ja. Bent u wel eens op vakantie geweest? Ja, regelmatig. In Griekenland. Wij zijn daar op een huwelijk geweest. Heeft u daar ook lekker gegeten? Ja. Daar hebben we lekker gegeten, ja. Ik ben nooit in Griekenland geweest, want ik ging nooit op vakantie. En ik kan me dit ook niet herinneren. 1983. Ik ben nou 93. 10 jaar geleden. Weet u nog toen het dessert binnenkwam? Nee, sorry. U dat heeft gebracht toen? Dat zal de eigenaar van het restaurant zijn geweest, ik weet het niet. Klopt. Ja. Dan moet ik zeggen dat hij eergisteren in het vliegtuig is gestapt. En is aangekomen. Ja. En nu hier is voor u. O jee, kom wat nou? Nicolas, kom hier, please. Oh ja, zo. Die kaart is...
Hij heeft de vuurtoren meegenomen. You have a present for you. But I don't know you. Present for you. Ja. Die kan is. Dank je. Dank. Ik zou het echt niet weten. Schande, maar ik ken hem. I was never in Greece. I never was in Greece. Kefalonia. We together at the beach, the Paralia. I want to see you, but I don't. I don't know you. U bent niet in Griekenland geweest. Nee. Maar hij is helemaal voor u hier naartoe gekomen. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik moet u zelf kwijt. Kiss you, oh, ja, you're so beautiful, so beautiful. So good, it's a good moment we had. Ja, dat is natuurlijk voor hem een hele onzekere tijd geweest. A bit English, hij spreekt alleen een beetje Engels. Ja, ja, ja. Zult maar vertalen voor mij. Wat wilt u zeggen, dan vertaal ik het wel. Nou, dat heb ik hem heel lief vind, maar dat heb ik hem niet herkennen. En hij wil eigenlijk, we hebben eigenlijk een diner geregeld. Oké. Voor twee, in Scheveningen, op de boulevard. It's too far away from me, from Scheveningen. Mevrouw, we hebben in de maling genomen. Of. En wat is de vroeger? Oh! Ik begreep er niks van. Van een lepels. Dat ik toen niet zeggen kon. Zoete wraak. Hier bij het vliegveld in Twente wordt Erik te grazen genomen. Erik is 38 jaar en is zelfstandig ondernemer. Zijn vrienden vinden het de hoogste tijd voor zoete wraak. Maar waarom precies? Erik is echt een. Echt wel een player. Hij is een hele aardige, gezellige man, maar die. Ik kan niet stoppen met praten gewoon. Die had al ADHD toen het nog niet eens uit was gevonden. De caravan die ik had opknappen was, die voor de deur stond, heeft hij gestolen. Waardoor ik helemaal in paniek thuis kwam. Dus hij heeft de nodige stress bezorgd, dus nu wil ik hem eens wat stress bezorgen. Nou, dat gaan we doen. Onze Jet heeft een lange, heftige relatie achter de rug met onze Leroy. Hoe maakt hem niet uit, maar Leroy wil haar terug. De ingrediënten voor deze grap, twee ervaren stuntmannen, Philip en Chuck, en een locatie waar het veilig is om lekker te schudden. Al daar hebben we een route uitgestippeld met een aantal stunts die Erik niet snel zal vergeten. Het hele zoete wraakteam bouwt alles op en zorgt dat we deze spannende grap zonder risico's in beeld krijgen. Jet leest nog snel even haar script en als alle apparatuur is gestart, kunnen wij ook starten. De auto van Erik ondergaat hier bij deze garage een reparatie. De garage heeft Erik aangeboden om hem even naar huis te brengen. En Jet rijdt toevallig ook mee. De jaloerse Leroy zit met zijn zogenaamde vader in deze taxi. Nou, oké, doei. En daar is Erik. Hallo. Hallo. Hoi, hi. Erik. Hoi. Jet. Kom je vaker hier? Nee, ik ben hier nog nooit geweest, joh. Nee? Nee. De ziekelijk jaloerse ex van Jet zet meteen de achtervolging in. Waar ben je vandaan? Uit Amsterdam. Oh, oké. Okay. Dus je hebt wel even een eindje. Ja, ik heb even een eindje erop zitten. Ja, dat kan wel wezen, maar het einde is nog lang niet in zicht. En vrouwen, kinderen en zo? Vrouw, maar geen kinderen. Oké. Okay. Ja, wel getrouwd, maar geen kinderen. Hoe lang ben je al getrouwd dan? 6 jaar. Oh, oké. Okay. Ja. En getrouwd of vriend? Nee, het is net eigenlijk over. Oh, okay. Dus uit elkaar en... Nou, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Ja, wel een beetje problematisch. Hoe lang is de relatie er aan? Bijna 6 jaar. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, hij is heel jaloers. Dus heel, Ja, hij gaf er ook nooit iets te drinken, want dan was hij jaloers op het glas. Kan je nagaan. Dat is mijn ex. Wat? Denkt Erik. Wat? Hier? Fuck. Shit. Wil je even het raampje naar beneden doen? Leroy! Waarom ben je bij me weggegaan? Waarom? Niet weer. Ik hou van je. Leroy! Ik hou van je. Wie is dat? Ja, denkt Erik, ik ben natuurlijk een knappe verschijning, dus dat jaloerse, dat snap ik wel. Ik ben helemaal niet met hem. Dan gaan bij Leroy alle remmen los en bij Erik alle poriën open. Kijk uit.
We moeten doorrijden. Kun je hem zeggen dat je helemaal niet mijn vriend bent? Ja, tuurlijk. Hij is vet jaloers. Maak je niet mijn vriend! Onze stuntmannen achter het stuur komen nu aan bij een speciaal uitgezet parcours. En dan kan het echte werk beginnen. Je bent toch helemaal niet mijn vriend? Nee, hij heeft het wel een seconde overwogen, maar als het zo moet... Ik ben niet de vriend! Als dat hij nou gewoon zegt dat hij de vriend niet is. Huh? Jongens, pas nou op voor die man. Wat zijn we? Je helpt me wel, hè? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben je vriend niet. Hoe weet hij nou weer dat ik hier ben? Wat is dit, jongens? Kan je zien hoe ver die achter ons zit? Kan je het zien? Zit die dicht? Ja. Kijk, laat zien dat je je trouwring al hebt. Ik heb een trouwring. Je blijft van eraf! Ik heb een trouwring. Gooi. Gooi die milkshake op het raam. Ja, dan heb ik het helemaal gedaan. Ik heb een trouwring. Wat is dit, jongens? Zo, de belager zit vast in de modder. Kan Erik even op adem komen? Wat is dit, jongen? Zoete wraak. Gaat het? Oh, die andere gozer die rand gewoon. Dat is zijn vader. Dat is zijn vader? Ja. Die is vastgezeten. Maar jij weet ook niet waar we moeten wezen. Ik stap wel uit anders. En dan laat ik mijn ring zien. Ja, hij is tot van alles in staat, hoor. Ja, maar ik ben toch getrouwd? Maar daar is de taxi alweer. Met die nare ex en criminele pa. Ze besluiten te keren. Misschien dat helpt. Wat denk jij dat we moeten doen? Ja, je moet niet op mij gaan hangen. Dan denkt hij dat we echt wat hebben. Ja. Jullie gaan er allemaal aan! Stop hier! Voor de lol nemen we ook nog even 30 kartonnen dozen met pingpongballen mee. Het lijkt erop dat ze die mafketels nu echt hebben afgeschud. Ga daar naar in. Gaat het? Ik kom er niet uit. Met het zweet in zijn bilnaad stapt Erik uit de auto en kijkt erbij alsof hij juist zelf een doos pingpongballen heeft ingeslikt. Niet bij mij hangen, alsjeblieft, schat. Want ik hoor niet bij je. Ik ben hartstikke bang. Hij slaat mij in elkaar als jij aan mij zit. Schat. Erik begint nu in zichzelf te bidden dat het allemaal maar snel en pijnloos voorbij mag gaan. En wat denk je? Zijn gebeden zijn verhoord. We hebben hem al meegenomen! Ik denk je weer naar beneden! Ik zat al van. Daar gaan we raasten. Daar gaan we raasten. Trouwring! Ik heb een trouwring. Het was echt de helse rit van mijn leven. Zoiets wil ik echt nooit meer van mijn leven meemaken. Want je denkt bij jezelf, wat gebeurt hier? Ja, je wordt aan de achterkant aangereden, zijkant. Je ziet iemand helemaal kwaad uit de auto hangen. Trilt nog steeds een beetje van de adrenaline door mijn lichaam heen. Hè, pannenkoek? Zoete wraak. In Hilversum wordt Bastien eens goed aangepakt. Hij is 34 jaar en manager van een kledingzaak. Zijn vrouw Inge en vriendin Annelies willen wraak op hem nemen... omdat hij ze herhaaldelijk in het openbaar voor gek zet. Nou ja, leg het alles zelf even uit, meiden. Hij is constant aan het rellen. Altijd rottige geintjes uithalen. Zoals in de supermarkt boodschappen bij bekenden in zijn karretje gooien. Dat heb ik nou weer afgerekend. Toen ik 40 werd, had hij zijn grote foto bij de HEMA opgeplakt. In de HEMA zelf ook. Het gaat om haar! Nou ja, weet je, je kan wel door de grond zakken. Tijd dus voor zoete wraak. Bastien moet van zijn vrouw een bestelde stoel ophalen op dit knusse adresje waar deze stoeipoezen wonen. Zij zijn, om het zomaar te zeggen, nogal vrij in de omgang. En dat mag natuurlijk niet zomaar en dus kunnen ze zeer binnenkort een bezoekje verwachten van onze agenten Strenge Charlotte en Harige Henk. Iedereen bereidt zich voor op de komst van de plaaggeest. De camera's kunnen aan, de regie zit bij de buren, zodat Inge en Annelies lekker kunnen meekijken. Bastien moet dus een speciale stoel ophalen die zijn vrouw op internet had besteld. Hopelijk hebben de dames die klaar liggen, zodat hij snel weer weg kan. Hoi. Hallo. Hallo. Hey, Bastien. Hoi, Anneke. Hallo.
Hallo. Oh, hey. Hi. Hey. Hallo. Maris. Hallo. Wat kom jij doen? Ik kom voor de actor. Oh, oké. Okay. Ik moet even zoeken, want ik heb de stoel ergens achterin. Oké. Okay. Oh, nou, dat wordt dus even wachten, maar dat vindt Bastien vast niet erg. Ik werk in de kledingwinkel. Oh, de kledingwinkel. Dat is toevallig. Want kijk wat een kleding wij hier allemaal hebben. En het zijn we aan het sorteren, want ja, we verkopen dus heel veel op Marktplaats. Maar misschien kan je eventjes helpen, want we zaten al de hele tijd van wat wel en wat niet. Wat is nou nog leuk genoeg voor onszelf? Ja. Ja, bijvoorbeeld zo'n truitje. Ja, dat is wel leuk. Het bijgepuntje kan. Ja? Dat is wel gewoon sexy, dat kan nu nog wel. Ik vind het altijd een beetje ordinair worden met blonde vrouwen. Toch? Ja? Dat Bastien hier komt voor een stoel is hij op slag compleet vergeten. Zo gaat dat hè met mannen. Alles valt meteen uit. Ah, daar is die andere chick weer met de verkeerde stoel. Oh, die! Nee, ja. Die toch niet? Niet deze? Nee, volgens mij kom ik voor deze. Die. Oh, oké. Okay. Dus wachten. Dan moet je even achterkijken aan. Ja, ik heb... Oké, wat vind je ervan? Ja, dat is toch leuk? Ja? Dit vind ik wel leuk hoor. Ja? Ik ga nog eventjes oppassen. Je hebt wel goede smaak. Ik zou deze aandoen. Wat zeg je? Die. Die moet ik aandoen? Bastiens hormoonhuishouding is nu zo van slag dat hij zelfs ongevraagd gratis advies begint te geven. Even kijken. Ja. Deze is mooi. Dan komt er onverwacht bezoek. Hey Martin. Hey, hallo. Een klant. Hoi. Hoi. Ik kom voor Sandy. Oh, Sandy. Even kijken. Dus hier de eerste deur rechts is. Oké. Okay. Ja, ze gaan straks wat pikante geluiden maken, maar eerst nog even wat anders. Jij loopt er altijd zo mee. Alleen als het werk hoor. Nee, moet je even die stoel halen? Ja, daarna mag wel alsjeblieft één ding. Eén bonusjootje. Eén dan, en dan wil ik de stoel. Goed zo. Kijk, oké, girls, kom maar. Doe je best. De dames willen maar wat graag een modeshowtje opvoeren, want ja, welke kleren moeten ze nou houden en welke niet? Is toch een dingetje. Eén dingetje is Bastien inmiddels duidelijk. Deze dames zijn van lichte zeden tot zeer sympathiek. En hij is maar wat blij dat zijn vrouw Inge niet meekijkt. Denkt hij. Oké. Nou wil ik die stoel. Precies, voordat het uit de klauw loopt. Het wordt ook steeds gekker. Bastien hoort nu ook al die klant flink tekeer gaan. Maar ja, in werkelijkheid zijn het onze Cindy en Martin die een gek soort handjeklap spelen. Ondertussen hebben de meiden eindelijk de juiste stoel gevonden. Dat moet een beetje. Is er dat? Zaten er ook nog kussens bij die je erbij kreeg? Ja, dit staat een kus op het fotootje, maar ik neem hem zo wel. Doe mezelf een kussentje. Zo, denkt Bastien, dat is snel gepiept. Die gozer denkt straks nog dat ik hier ook een klant ben. Jij zat zelfs met twee hier. Ja. Ik betaal jij wel niet voor... Zie je wel. Ja, ik kom gewoon serieus alleen maar een stoel ophalen. Dat is nog wel... Ja, ja, zie je die dude denken. Okay. Hey, tot ziens. Yo. Bye. Doeg. Ja, je moet wel betalen. Ja, dat ga ik zeker doen. En net op het moment dat Bastien wil betalen, sturen wij onze agenten naar binnen. En wie bent u? Ik kom serieus echt wel een stoel ophalen. Nou, gaan we zitten. Kunnen jullie even daar gaan zitten? Gaan zitten. Meneer, kunt u daar gaan zitten? Ik zie u met geld in uw hand. Ja. We krijgen een melding van geluidsoverlast. Ik zie u met geld in uw hand staan. Kunt u vertellen wat er is gebeurd? Legt u het geld nog even daar neer. Ja, vertel maar wat aan de hand is, want dit ziet er niet goed uit. Nee, dat begrijp ik. Maar ja. Ik heb via Marktplaats kom ik deze stoel kopen. Ik zie hier nog wel meer dingen dan alleen een stoel van Marktplaats. Nee, voor de rest niks. Die dames zitten hier gewoon. Die dames zitten hier en er liggen condooms op de tafel en geld. Ja, maar dat lag hier al en dat heb ik niks mee te maken. En nu wou ik net die stoel gaan afrekenen waar het gaat. En zij hebben de kleren uitgetrokken voor u? Nee, want zo waren ze al toen ik binnenkwam. Dat meen ik echt. Kunnen jullie dit verhaal bevestigen of hoe? Feiten, die liegen er niet om. Of u uw handen op uw rug wil doen? Nee, ben je nou echt serieus? Ja, ik ben serieus. Ja. Ik kom echt alleen voor ja, u gaat ja, maar uw handen u begrijpt op de rug zelf doen. Ook dat dit er... Uw handen op de rug. Goed, meiden. Ga hem maar verlos, hoor. Ik dacht echt van, wat is dit gewoon? Er zat een dame in een nachtje op pondetje. Nou, nu begon het een beetje ongemakkelijk te voelen, zeg maar. Ik dacht van, dit is niet best. Die wil ik weg. Nou, het is wat ik voel. Ik dacht meteen van, dit is niet zo heel goed, zeg maar, hoe dit erbij staat. Inderdaad, drie dames en ik met geld in mijn handen. Dat ziet er niet goed uit. Dat snap ik ook nog. Zoete wraak,
In Hendrik Ido Ambacht wordt Willem voor paal gezet. Willem is 45 jaar en slager van beroep. Zijn dochter en collega's zijn zijn grappen helemaal zat. Vertel. Ik heb mijn vader opgegeven omdat hij altijd heel vervelend is. En iedereen loopt te pesten en altijd grapjes loopt uit te halen. Maar bij hem zelf lukt het nooit om een grapje uit te halen. Het zijn altijd grapjes die hij zelf helemaal geweldig vindt. Terwijl ze soms niet eens meer grappig zijn. Dus het voelt echt als zoete wraak. Ja, zeker. Ik heb hier ook echt lang op gewacht. Terwijl Willem op vakantie is, plaatsen we hier voor zijn woning een speciale laadpaal voor elektrische auto's. De gemeente van Hendrik Ido Ambacht wil zogenaamd investeren in deze groene beweging en zorgt dat er genoeg palen voor iedereen zijn. Toevallig komt het nu zo uit dat deze paal precies voor de oprijlaan van onze lollige vader wordt geplaatst. Hi! Jack speelt de vriendelijke monteur die zich netjes aan de regels houdt en daarbij hulp krijgt van een echte monteur die tenminste wel weet wat hij doet. Iets verderop staat Pepijn te wachten. Hij heeft een elektrische auto, hij, en die moet nodig opgeladen worden. Wat een toeval dat de buurtpaal net klaar is. De dames helpen gezellig mee met het plaatsen van een cameraatje. Willems dochter rolt nog even een haspeltje uit, alle techniek wordt weer nagelopen. De camera aan deze kliko doet het ook. Mooi, dus we kunnen beginnen. Ja. De dames kijken mee hoe Willem thuiskomt van een lange vakantie. Zou je hem hebben? Goedemiddag. Mooi. Plaatje. Zo, die hebben heel wat uit te leggen, bedenkt Willem. Nou, daar gaat het. Nee, daar bent u over geïnformeerd. Er zijn brieven geweest. Dit kan toch niet? Waarom kan het niet? Nee, dat kan niet. Dit is. Dit is geen eigen terrein. Maar dit is geen eigen terrein, toch? Nee, maar het moet vrij blijven. Dus als andere mensen hierop zouden komen laden, hè, voor, dan kan ik mijn eigen parkeerplaatsen niet meer gebruiken. En dan moet je vragen of de mensen weggaan. Ja, maar daar kan je toch nog makkelijk langs. Dat past toch makkelijk? Ja, en hier is nog plaats. En hier, die kant. Ja, dat mag niet. Hier niet? Oh, dat wel, ja. Nee, dat gaat er niet worden. Maar daar wordt u nog niet blij van? Nee, daar word ik niet blij van. Ik moet gewoon een auto hier mee kunnen zetten. En als jullie hem niet weghalen, dan haal ik hem zelf weg. Ja, ja. Nou, hij zit goed vast, hoor. Het betreft hem wel groene stroom, maar de spanning loopt aardig op. Zal je altijd zien. Heeft dat ding ook nog eens een alarm wat zo nu en dan afgaat? Ik geef u voor de zekerheid zo'n pasje. Ja? Want in het begin zijn ze een beetje storingsgevoelig. Ja? Dan is het wel handig als u er iets aan kan doen, want het is geen fijn geluid. Ik laat het één keer even zien hoe het werkt. Dus gewoon met het pasje hier langs dat apparaatje gaan. Okay. Als u dat gebruikt... Ja. Ik ga eerst even kijken waarom dat ding afgaat. Ja. Waarom je stoort. Ik ben zo weer terug. Heb je het mee? Gereedschap mee? Ja. Willem is dan wel net terug van vakantie, maar hij is meteen weer hard aan vakantie toe. En dat is nog niet alles. De eerste auto komt al langs om te laden. Gezellig. We hebben een klant. Goedendag. Dat is uw paal? Willem lacht als iemand die het even niet meer weet. Dus ik wil hem graag even opladen. Als dit zo de hele dag doorgaat, dan ga ik een soort... Maar het is een openbare plek, dus ik mag hier nu gewoon mijn auto opladen. Mocht het dit is echt niet de bedoeling. De stoom komt inmiddels Willems oren uit. Even snel opladen en dan komt het allemaal helemaal goed. Ja? Max een uurtje. Ik doe hem wel even op slot, als je het niet erg vindt. Zo grijn. Je kan die vent toch wel even een bakje koffie aanbieden, Willem? Nou ja. Wat vervelend nou. Gaat ook nog eens het alarm af. Willem is er duidelijk helemaal klaar mee. Zal je zien dat het pasje het straks ook niet doet? Dacht ik het niet. Goed voorhouden, zeker. Ja, dat is heel makkelijk. Ik ben niet... Die stenen doet ermee wat je wil. Nou, die kunnen we niet meenemen. Dus moeten we helaas achterlaten bij u. Oké, girls. Het is tijd voor de onthulling. Hey! Jij? Kom je rustig terug van je vakantie. En dan staat er zo'n ding voor je giegel. En dan met dat kaartje. Doei. Maar mijn vraag zal wel zoet zijn, hoor. Lote paal. Zoete vraag.
Iedere week draaien we de rollen een keer om en is degene die iemand heeft opgegeven zelf de klos. Vandaag is dat Jessica, 21 jaar en schoonmaakster. Jessica moet in de maling genomen worden, aldus haar twee bazen. Jessica die werkt met een schopzuigmachine voor ons bij een showroom. Op een gegeven moment was er een spiegelstuk van een auto. En we konden er maar niet achterkomen hoe dat zat, tot die klant ons vertelde van joh, die spiegel is eraf. En dat is gekomen door die schopzuigmachine. Daarna hebben we dat aan Jessica gevraagd en toen bekende ze het. Ja, en dat kan natuurlijk niet, ze moet gewoon eerlijk zijn. Dus wat ons betreft is het payback time. Nou Jessica, het is tijd voor zoete wraak! In deze kunstgallery heeft de heer Kunstler één van zijn topstukken te koop staan. Een glazen vaas speciaal uit Egyptisch zand geblazen. Duidelijk geïnspireerd door Mondriaan. Nelke van der Krocht heeft een koper gevonden die hier al 25.000 euro voor wil neerleggen. En bewaker Henk houdt alles goed in de gaten. Speciaal voor deze grap hebben we een kastje laten bouwen met een handige knop. Kom ik later op terug. Hiermee kunnen we een plankje laten losschieten en zo de vaas die nog geen euro waard is, in scherven achterlaten. De Hilversumse galerie wordt een beetje leeggehaald, de camera's worden opgehangen, de regie zit helemaal achterin. We leggen de schoonmaakspullen alvast klaar en we prepareren ook nog even snel dit schilderijtje. Via het oog filmen we ook met een klein cameraatje. Wat een vernuft. En daar is ze hoor. Jessica, die komt schoonmaken. Er is wel haast bij, want over een uurtje is er hoog bezoek. Een collega zet haar even af. Hoi, jij bent Jessica? Ja, ik ben Jessica. Hi, fijn, kom binnen. Hoi. Hi, ik ben Nelke. Hoi. Jij belt me als je klaar bent, hoor. Ja. Dag. Ja, Edward zelf had het druk, dus hij vroeg van, kun jij alsjeblieft niet gaan? Ik zeg, nou, vooruit. Ik heb niks te doen. Fijn, echt niet. Nou, ik wel, want we hebben hier een expositie straks. Ja. En er komen hele belangrijke mensen. Okay. En er moet eigenlijk nog van alles gedaan worden. Ja. Goed schoongemaakt. Hou je van kunst? Moi, sommige kunst hou ik wel van, maar de andere weer niet. Ja, hoe vind je die dan? Dat vind ik dan weer iets minder. Minder? Ja. Het is een verzetstrijder geweest. Okay. Die is in de oorlog achter op de fiets over de grens gekomen. Oké, okay, ja. En ja, heeft de kunstenaar dit gemaakt. Mooi, toch? Hoe vind je deze? Dit is het allerduurste stuk. Het is wel mooi, hoor. Mooi, hè? Ja, ja, moet je eens kijken van de andere kant zo. Dan zie je weer een hele andere lichtinval, vind je niet? Ja. Ja, denkt Jessica, nou zie ik het ook. Hoe vind je de prijs? Nou, best veel voor een gevingerverfd longdrinkglas. Ja, maar het is het waard, hoor. Het is echt, ja. Ja, hij was eerst nog duur. Hij was eerst 28.000. Zo. Ja. Alles moet schoongemaakt en dit is ook... Ja, even goed afstoffen en... Ja, zie je, daar liggen nog wat van die vieze haren. Allemaal niks uit. Nee, zo is dat. Hey, hier liggen alle spullen. Ik moet nog wat administratie doen. Maar jij redt het wel, hè? Ja, dat denk ik wel nog. Het is niet zo heel groot, dus dat komt goed. En onder toeziend oog van onze bewaker Henk gaat Jessica aan de slag. Als ze maar voorzichtig is, is er niks aan de hand. Je hebt wel een wat stoffig beroep, is het niet? Ja, maar het betaalt goed, hè? 3 jaar werken en ik kan ook zo'n achterlijk vaasje kopen. Dat ziet er goed uit. Ja? Ja, zeker. Ja. En ik had het niet over de kunst, maar dat... ja. Vind je dat mooi, zo'n held op wielen? Mooi. Ik ben meer van de schilderijen. Dat vind ik toch leuker, qua kleurtjes en zo. Oh ja. En jij? Ja, ik hou wel meer van blond. Schaapachtig lachen. Ja, dat is wat je doet, hè? Als iemand in uniform met je flirt. Ik had gisteren had ik een leuk feestje. Oeh. Dat voel je me vaak. Ja, nu zorg jij er wel voor dat ik niet in slaap val. Dat zou ik nu ook echt niet willen. Heb je die andere kant ook gedaan? Van dat, en daar, ben je daar al geweest? Of? Volgens mij, maar ik weet niet, ik ken haar natuurlijk al een tijdje. Dat vond ze wel erg belangrijk dat dat goed gebeurde, wat in het midden stond. Ja. Ja, ik ken haar een beetje. O jee. Ah, de Duitse kunstenaar komt even een kijkje nemen. Dit is de kunstenaar? Ja, maar het wordt straks pas echt naar. Jessica. Niet zo tevreden? Kunt u haar even vertellen dat zij daar ongelooflijk goed met op moet passen? Ja, nee, mee wil doen. Dat doe ik ook. Want dit is echt... Ja. Oh. Nee, je zou het maar laten vallen. Precies. Dan is het kapot. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ik ga even verder met de borrel.
En ook Henk verlaat heel even de ruimte. En dat is natuurlijk niet zomaar. Goed. Mevrouw Verkrocht. Ik denk dat het tijd wordt om eens op een heel speciale knop te drukken. Benieuwd wat er dan gebeurt. Eens even kijken. Hier zit hij. Oh! Ja, wat doe je nou, Jessica? Hallo? Ja. Mevrouw Verkrocht. Wat gebeurt er? Die planken zijn in elkaar. Oh! Ik wou eroverheen en ik heb wat te planken. Oh, wat vreselijk. Nee, het ging wat wild, maar voor de rest, ja, ze deed wel de best. En, maar ja, ze tikte misschien niet te hard aan of zo. Ik weet het niet. Ik moet eventjes gaan zitten. Nee. Oh. En nu mijn hele feest aan diggelen. Kan je eigenlijk wel zeggen, toch? Bijna 25.000 euro en de klanten komen zo. Want ik doe expres heel voorzichtig en in één keer stort zo. Ja, nou, het leek inderdaad wel expres. Dat idee kreeg ik eventjes. Expres? Nou, het ging wel wat hard. Ik ben hartstikke voorzichtig. Wel, dat ik heb het er niet op geslagen. Nou ja, maar het ging ook niet rustig. Het ging ook niet rustig. Ben je nou weer ik ga kappen dat ding aan en valt. Ja, goed. Nou goed, het bewijs ligt op de grond. Terwijl Henk doet alsof hij alles heeft gezien, komt Herr Künstler ook even op de commotie af. Nou, misschien kan jij het uitleggen. Nee. Dat is nee in het Duits, Jessica. Maar die tranen komen door de zwiebelen. Ik was aan het stoffen en in één keer viel de plank omlaag. Zo is het, Jessica. Het was gewoon die plank. Laat je niet kisten. Oh, ze zijn vrij. Ja, nee, ik ben de hele tijd op mijn plek geweest. Jij hebt toch de hele tijd daar gezeten? Ja, absoluut. Je hebt toch om u te halen om te vragen of ik de vaas nog een keer af moest stoffen? Ik ben de hele tijd geweest. Helemaal? Ja. Oh, ik ga zo meteen echt flippen. Nou ja, stop. Ik heb gewoon gewaagd. Ik ben hier gewoon geweest. Jij zit te liegen, jullie daarmee, want je riep nog mevrouw. En toen gebeurde het, toen kwam hij terug. Rustig aan, Jessica. Zo'n ramp is het nou ook weer niet. Mijn moeder had mij nog... Hoewel? Toen... geïnspireerd om dit te maken, 25 jaar geleden. Het is met Egyptisch zand geblazen, 20 jaar geleden. Laten we het maar opvegen, want ik moet even een slok. Ja, ik ga even wat halen. Oh, mijn hemel. Kom maar, Carl. Jessica vond het, om eerlijk te zijn, een spuuglelijk ding, maar ja, dit had nou ook weer niet gehoeven. Nou, ik denk dat je het hier wel in kunt doen. Van onze Henkie moet Jessica niks meer hebben. Wat een eikel vindt ze dat. Niet heel handig, vind je wel? Het is net een getrouwd stel. Denk jij nou serieus dat ik dit expres doe? Nou, ik zal maar niks zeggen over je haarkleur. Ja, dat is niet echt hoor, kijk maar. Volgens mij is het ook bijna tijd dat de gasten komen, dus of wat sneller, want volgens mij komen ze al... Ja, ga er maar van lossen, mannen, want dit is toch niet meer te lijmen. Hallo? 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 Zijn jullie erbij? Sorry, ik dacht echt, dat kan mijn broertje nog wel maken. Maar ja, dan kan je moeilijk tegen een kunstenaar zeggen, die is er trots op. Ik raakte de plaat al bijna niet aan. Ik denk, ik doe het juist heel voorzichtig, zodat er niks kan vallen. En in één keer zakte dat ding in elkaar. Ik kon onder de grond heen zakken. Pak ze nog wel een keertje terug. Dat weet ik nog niet, maar dat komt wel goed. Okay. Zoete wraak. Daar komt de taart. Daar komt de taart. De taart is voor mijn vriend Rogerie. Hij deed een keer alsof hij gewond was om te laten schrikken. Het was via de telefoon en via WhatsApp. Dus ze stuurde foto's dat hij gewond was. Dat hij dus zo nep bloed gebruikt en ketchup en alles. Dus ik was helemaal ongerust, want ja, ik was niet in de buurt. Ik kon niet naar hem toe en ik kon ook niemand bereiken. En toen zei hij uiteindelijk dat het een grap was. En daarom verdient hij de taart. Nou, Ra, deze taart is voor jou. Eet smakelijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Wij zijn op zoek naar Rajoudi. Dat ben ik. Er is iemand die jou een taart aan wil bieden. Oké. Okay. Wie denk jij dat het is? Mijn vriendin misschien, Gennada. Hoe? Gennada. Dat is goed. Ja. Zie je, dat bedoel ik. Lekker ja. Oké, lekker mooi. Is het dan die qua eten dan? Nee! Maar!
Volgende week in Zoete Wraak helpt Thomas mee met de ontwikkeling van een nieuwe game. Krijgt Jessica een bijzondere cursus parfum maken? Heel goed. En heeft Mark last van twee lastige kijkers voor dit dure appartement? Alle twee eruit.